Goedenavond. Een Nederlandse band die vorige maand liefst 5 nummers in de top 2000 had. Dik 40 jaar oud allemaal, maar onverslijdbaar dus. Met die sound die zo beroemd is dat hij zelfs zijn eigen naam heeft. Waar denkt u dan aan? Jawel, The Cats. Kijkt u hoe ze in ons land zo groot werden dat ze een doorbraak waagden in Amerika. Een van de nummers die de Cats in 1974 meenamen naar Amerika om daar opnieuw op te nemen. One Way Wind, een paar jaar tevoren 130.000 van verkocht in Nederland, ruim 1 miljoen in Duitsland. En waarom lukte het niet in Amerika? Moest haast wel liggen aan de sound, de paling sound. Glad als een paling, zo je wilt, maar hoe dan ook, een eigen sound waarin de studio aan werd gesleuteld tot het uiterste. De galm, de strijkers, de weelderigheid van het geluid. Wie in ons land had zo'n eigen geluid? Dit was dé Nederlandse bijdrage aan de popmuziek. Of eigenlijk de bijdrage van die ene palinghaven, dat katholieke Volendam, waar ze altijd al van zingen hadden gehouden met een heel herkenbaar trillertje. Dat was waar de Cats vandaan kwamen. Dus een doorbraak in Amerika. Hoe moest dat? De muziek had juist zo'n eigen nestgeur. En heeft die misschien nog steeds wel. De echte Cats die bestaan natuurlijk niet meer. Er zijn er ook 2 van overleden inmiddels. Maar de muziek leeft voort in dat wat de Tribute to the Cats Band brengt voor de mensen. De mensen blijven komen en die blijven het mooi vinden. En dat zit hem niet zozeer in ons, het zit hem in de muziek. Ze zeggen wel eens, ja, jullie doen de Cats na. Dat is dus niet zo. We gebruiken gewoon onze eigen stemmen. Niets wordt verdraaid. Maar waarschijnlijk dat we gewoon allemaal ook gewoon uit Volendam vandaan komen. Volendam is wijd en zijd bekend als vissersplaats en als toeristencentrum. Maar dat het ook muzikaal niet zonder betekenis is, bleek uit een concert dat door het Volendams operakoor in het Vondelpark in Amsterdam werd gegeven. Dat operakoor viert dit jaar zijn 10e verjaardag. Dat de leden in die jaren iets bereikt hebben, blijkt onder meer uit het volgende fragment uit Verdi's opera De Troubadour. Nick en Simon, 3 J's en Jan Smit, die borduren voort op dat wat er in onze begintijd is ontstaan in Volendam. Look at me. Look at my face when I'm saying that I need you. And when I tell you that I'm staying, and you know it's true. Kees en ik hadden elkaar muzikaal gevonden op school, op de MULO. Kees en ik, wij wilden Jaap Schilder erbij hebben, want die konden heel veel akkoorden beheersten, veel meer dan wij.
En Jaap zei, ja, ik wil wel, maar dan moet mijn neef Piet moet er ook bij. En op een gegeven moment zijn die twee duo's bij elkaar gekomen. Zo zijn we geëvolueerd van twee duo's, kwartet, alleen maar zingen. En dan op een gegeven moment met een drummer erbij. Dit is Café Bos. Het is iets veranderd. De deur zit nog op dezelfde plaats als waar hij toen zat. Ongeveer hier waren de schuifdeuren. Twee muurtjes en vier schuifdeuren met glas- en loodramen. En die moesten open. Daarachter was de woonkamer van Café Bos. En in 1964 heb ik hier het drumstel neergezet. En de vier catsleden stonden daarvoor te zingen. En het was de eerste keer dat de cats Volendam uittrokken. In Café Bos, ja, dat was al heel bijzonder in 1964. Purmerend lag toen mijlenver van ons. Ik was de Rody, 10 jaar lang natuurlijk de apparatuur van de cats gesjouwd. Reed met de bus. Ik stelde al apparatuur op voor het optreden. Ik brak het natuurlijk ook weer af na afloop. Jaap Schilder was mijn broer. Piet Veerman was mijn neef. En Jan Buis Tuf was getrouwd met mijn zus Aal. Was de manager van de cats. Dus ja, ik zat er heel dichtbij, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb nog wat leuks van vroeger. Dat is een jurkje. En dat had ik aan toen ik voor de allereerste keer naar de Cats ging, naar een optreden. En ik heb het zelf gemaakt. Op de huisartsschool, dat had je toen nog. Het is een heel hip jurkje uit die tijd, flower power. Rits van voren, de kleurtjes van toen, oranje, blauw, paars. Ik zou het nog aan kunnen, maar dat kan ik de mensen niet aandoen. Dit is Jaap Schilder, Arnold Muren, Theo Klauwer, Kees Veerman en Piet Veerman. En je ziet ze allemaal 3 keer herhalen. Nou, ik heb verschillende strooifoto's, noemen ze dat. Van ja, tot 74, denk ik. En die gaven ze dan als het de show voorbij was. Dan was ik er natuurlijk als de kippen bij. En af en toe was er eentje bij met een handtekening. Leuk. Het is begonnen in 1966. In dat jaar kwam What a Crazy Life kwam uit. En ik vond de muziek direct heel erg goed. Heel erg leuk. Het jaar daarop, 1967, toen kwam Sure He's a Cat kwam uit. En toen was het helemaal voor elkaar. Toen was ik echt om. Toen was ik Cats fan. Sure he's a cat. Nobody's gonna argue with that. Sure he's a cream. A tall walking feminine dream. What have I got? Toen heb ik mij aangemeld bij de fanclub. Dan krijg je een tijdschrift, De Kletspraat. En dat is uitgegroeid en uitgegroeid. En de fanclub groeide. Lia kwam en nog meer nummer 1 hits. De leden van de fanclub stroomden toe. En op een gegeven moment hadden we dus zo'n 3500, denk ik.
Het begon een klein bedrijf te worden. En ik heb al die jaren dat de Cats actief waren, heb ik om de twee maanden zo'n venkelblad in elkaar gezet. Ik heb Arnold Muren heb ik een keer een verjaardagskaart gestuurd. En dan kreeg ik een heel aardig briefje terug. En daaruit is een briefwisseling ontstaan. Hier wat dingetjes. Even kijken hoor. Hallo Arnold, ik lig op het ogenblik in bed je brief te schrijven. Het is bijna 22:30. Het was weer ontzettend goed in Coevorden. Je weet zeker wel dat we met die roadmanagers weer terug naar Hardenberg meegereden hebben. Dat had Jan Buijs ons aangeboden. Aardig van hem. Het is ook een beetje link om 1:00 nog aan de weg te liften. Nou Arnold, ik weet niets meer te vertellen. Doe ze allemaal de groeten. Jan ook. Ik hoop dat je gauw tijd hebt om een keer terug te schrijven. Voordat jullie in Hardenberg komen. Arnold, het allerbeste en de groeten van Reina Renkema. Beste Reina. Ik zal je een nieuwe foto sturen met zo goed en kwaad als het kan de namen erop. Vorige week woensdag hebben we onze nieuwste single opgenomen. Ik ben er tamelijk tevreden over en ik hoop dat jij hem ook leuk zal vinden. Wat de A-kant wordt, weten we nog niet, maar de titels zijn Times Were When en I Like The Way. Ik denk dat je hem volgende week wel voor Veronica kan horen. Nou Reina, het beste en de groeten van Arnold Muren. Welkom in mijn kerstroom. Ze traden op in Wervershoofd, Café Dekker. Ik was jaren 15, 16. Ik reed naar de Cats en geweldig. Toen was net de hit Times of Wen of Lia, ik weet het niet. In ieder geval in die tijd was het. En sindsdien heb ik een Cats virus opgelopen, zeg maar. Zo gauw er een nieuwe single uit was, moesten we naar de platenwinkel toe. Ja. Dit is Piet Veerman natuurlijk, die kennen jullie allemaal. En het mooiste hiervan was dat de kroeg was gesloten. Of ze mochten er niet in, weet ik veel. En toen kwamen ze allemaal weer uit de kroeg vandaan. Wat ik natuurlijk niet erg vond, maar dan kon ik dan mooie shots maken. Dit heb ik ooit met een smalfilmcamera gefilmd. Super 8 camera. Hier gaan ze naar een klein hekje toe, achter de kroeg, zeg maar. Nou, hadden we er toch niet in mogen, dan maar een peukje doen. Dat vond ik natuurlijk niet erg, want ik kon weer doorfilmen. Het meest trots ben ik op die cassettebandjes. Die heb ik van fans gekregen, die ze nog gewoon op hun zolder hadden liggen, in een oude doos. En die stuurden ze gewoon naar mij op, om het hier tentoon te stellen, in mijn museumpie. Nou, dat is toch geweldig. Ik vond ze allemaal erg aardig. De leuke jongens. Kees was een hele zachte jongen. Jaap ook. Jaap was een schat van een jongen. En dat zeggen al die Cats-fans, die vrouwen ook. Van. Het waren lieve mannen, lieve jongens. Theo was de vrolijke noot van de groep. Ze hadden allemaal iets speciaals. Als je ze mee maakte in de zaal met optredens. Ze verscholen zich niet voor het publiek, ze gingen in de pauzes gewoon de zaal in. Ze waren voor iedereen benaderbaar en gewoon een nuchtere Volendammers. Kijk, wij lopen geven alle naast onze schoenen. En Jaap Schilder die zou eens gezegd hebben van dat moet je niet doen, want dan worden je sokken vies. Kijk, dat is dat leuke van die jongens. Hè? Jaap Arnold bij zijn huis. Indonesië weer. Daar heb ik ook erg veel van. Weer Cats in Indonesië. Tjonge, 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 tjonge. Het was me wat. Gouden platen.
de sound, dat is dat romantische, zoetgevoicede soundje. Een beetje smartlapperstijl heb ik wel eens van andere bands gehoord. Die keken er een beetje... Sommige mensen keken er wel een beetje neerbuigend op neer. Dat moest dan zijn zoals mijn vader bijvoorbeeld de kerkzang ook benoemde. De Volendammers in de kerk met de kerstliedjes en zo allemaal meezingen. Dat moest zo massaal en zo volumieus zijn dat wij spreken de ramen uit de kerk barsten. Zo, dat moest volume hebben, kracht, sterkte. En dat probeerden wij in onze samenzang ook te doen. Zingen uit echt volle borst. Piet, ik vond Piet, die had een geweldig charisma, een geweldige stem. Het was alsof de zangstem uit zijn tenen kwam. Die stemmen samen, dat maakte de sound, de echte catsound. Die koorzang, daar waren ze heel goed in. En je herkende ook direct de Cats, welk liedje ze ook zongen. Jip Holstein, die heeft een keer verwoord dat... De sound van de Cats, dat wij vermengden katholieke mismuziek met soul en blues. Dus we hadden eigenlijk geprobeerd om olie en water te mengen en het was nog gelukt ook. Dat was de zoals Jip daar tegenaan keek. De Telegraafjournalist. Ja. De Cats uit Volendam bestaan nu ruim 8 jaar en hebben vele singles en 2 LP's gemaakt. En hun laatste LP was een enorm succes. De meeste singles in die jaren 70, die haalden zo'n beetje wel de top 10 natuurlijk. Ik heb wat dat betreft ook heel wat gouden plaatuitreikingen meegemaakt. En dat begon eigenlijk een klein beetje gewoonte te worden. Het is jullie toch maar gelukt om via het amateurisme om de status van beroepsorkest te bereiken. En dan nog wel op een dusdanige manier dat je nu weer met goud daarvoor beloond gaat worden. Piet Veerman. Oh, Piet. Je krijgt geen tijd in die succesperiode om te genieten van je succes. Het is doordenderen. Want dat succes moet gecontinueerd worden. En daarin word je natuurlijk ook een beetje opgejaagd door de platenmaatschappij. Want die wil plaatjes verkopen. Wilden wij natuurlijk ook. Want platen verkopen was... Geweldig. Succes. Goeiedag. Kijk nou. Hoe gaat ie? De keizer zelf. Ja hoor, inderdaad. Heer Muren. Hoe is het? It hurts me to know. Piet Keizer die heeft deel uitgemaakt van de Cats. Voornamelijk in de periode toen Kees Veerman stemproblemen kreeg. En we zochten naar een vervanger voor Kees. Want het was duidelijk dat niet zo 1, 2, 3 goed zou komen. En toen hebben we heel dicht in onze eigen omgeving gezocht. Want Piet was roadmanager bij ons. Er is niets moois als samen muziek maken. Dat staat gewoon zonder vast. Dat is het allermooiste. En vooral als je zo met de Cats en we kunnen dan 4 stemmen of 5 stemmen en die gaan tegelijk zingen. Dat is gewoon mooi. Onze band, maar ik denk elke band, is een soort polygame verbintenis. Een huwelijk met 2 mensen is al moeilijk vol te houden. Maar een huwelijk met meerdere mensen is bijna een onmogelijke opgave. Je zit op elkaars lip, heel lang. En dat geeft wrijving, dat is bijna onoverkomelijk. En je krijgt dat je uitgekeken bent op elkaar, terwijl je wel verder moet. En dat kan tot ontploffingjes leiden. En dat is bij ons natuurlijk ook gebeurd, regelmatig. Mystery morning bride, to the lonely ride.
zaten in een fase dat het creatief niet meer zo liep. En dat het heilige vuur was aan het doven, vond de platenmaatschappij. En misschien hadden ze er ook wel gelijk in. Ik heb op een gegeven moment dan besluit genomen en voorgesteld van... laten we een plaat in Amerika opnemen. Voor mij speelde ook nog mee dat er heel veel stekeligheden waren over en weer. En denk, wat kan ik nou doen dat ze nog niet uit elkaar gaan? Dat het nog niet uit elkaar valt. Het andere aspect was dat de songs en het materiaal van de Cats heel goed verkocht werden in het buitenland, vooral in het continent Europa. Maar in Engeland en Amerika hebben we nooit een voet aan de grond gekregen met de originele opnames. Amerika is voor elke artiest een naam vol wuivende dromen. En aan de Cats, onze eigen Volendamse Hollandse Cats, kan je toch maar zien dat sommige dromen toch niet helemaal bedrog zijn. In overleg hebben we toen besproken dat het een geweldig incentive, een uitdaging kon zijn, dat ze een album in Amerika zouden opnemen. Zo is dat eigenlijk begonnen, met het doel dat we een sound zouden krijgen die wel acceptabel zou zijn voor Amerikaanse radiostations en in mindere mate dan voor Engeland ook. Ja, dit is de Amerikaanse plaat en Love in Your Eyes was een van de titels ook. En even Van de Wind opzoeken en de Amerikaanse versie laten horen. Nummertje 4. Dat is het eind van de vorige. De intro. Nou, dan nu een klein stukje van de Amerikaanse One Way Wind, in Amerika opgenomen dus. Totale andere opvatting van het liedje. Je hoort hier niet dat prachtige gitaarspel van Piet, maar ja, een of andere mini Hammond-orgel. En later komt er dan nog wat steelgitaar in, maar wat helemaal verdwenen is. En die prachtige strijkers en dat ruimtelijke wat je in de oorspronkelijke Nederlandse versie hoort. Dus, steelgitaar. En dat zit dan, zeg maar, qua gevoel moet dat in feite de strijkers vervangen met die lange liggende noot. Ik persoonlijk vond hier klonk het wat warmer. Daar was het meer zakelijk, wat meer, ja, hardere kleur van geluid. Ik vond het wat tegenvallen. Ik vond het niet echt het ketsgeluid hebben. Ja, ik denk dat ze in Amerika nou niet direct op een bandje uit Holland zitten te wachten, terwijl ze in Amerika van alles hebben. Dat hebben ze daar om elke hoek van de straat is een goede band daar. Zo en zeker in L.A., Californië, waar ze zaten. Wie zijn jullie allemaal? Sommige mensen beweren, ik vind dat niet, dat het eigenlijk het einde van de Cats heeft gebracht. Dat zeggen ze. En wat nou het rare er weer aan is, dat Be My Day kwam van die LP af. En dat is de best genoteerde plaat van de Cats uiteindelijk geworden. Dat is ook een beetje... Dus dan sloeg die Amerikaanse sound wel aan? In Nederland en niet in Amerika. Be my day. Be my night.
Wat heeft de Amerikaanse plaat van de Cats in Amerika gedaan? Nou, heel weinig. Dus niks. Be My Day, als ik me goed herinner, heeft nog even als single heel eventjes in de top 100 gebubbeld. En daar is dus uiteindelijk niks uitgekomen. Toen speelde natuurlijk ook al dat Piet voor zichzelf wilde. En ik haalde ze op Schiphol, want ik was niet mee met die plaatopname. En toen werd mij ter hoogte van Monnikendam reden we, dat vergeet ik niet meer. Toen zei Jan Buijs, mijn zwager en manager van de Cats, die zegt, ik heb nog een nieuwtje te vertellen. En dat nieuwtje was dus dat ze ermee stopte. Het was even kloten op dat moment. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk geen woord over gezegd. Het was afgelopen. We hebben de contracten uitgediend en later is ieder eigenlijk zijn weggegaan. Was er ruzie? Nee, helemaal niet. Piet zat er een. Mijn beleven bestaan de Cats nog steeds. He, hun legendarische repertoire. Je ziet het ook aan hoeveel navolging ze vinden. Er zijn 2 of 3 opererende bands die precies het repertoire van de Cats spelen zoals zij het bedoeld hebben. Heel goed, maar net nog niet de Cats. We brengen een hommage, een tribute aan de jongens van de Cats. We hebben van Arnold Muren al vernomen, die is er bijzonder trots op, dat er maar liefst 2 tributes in Nederland zijn die deze muziek in stand houden. Is er nog ruimte voor een derde tribute band? Dat weet ik niet. De Cats toch heel erg Nederlands bleven. De doorbraak in Amerika bleef uit en de band blies even later ook zelf de laatste adem uit. Al is die later wel weer eens gereanimeerd. Het enige succes van het avontuur was die Amerikaanse single Be My Day, maar dan toch weer in ons land. Verwarrende uitkomst. Want dat Nederlandse succes zat toch vast aan die typisch Volendamse palingsound. Niet helemaal klaarblijkelijk. En als je nog eens luistert naar die palingsound, wordt het alleen nog maar verwarrender. Gezongen in het Engels. Geïnspireerd op katholieke koorzang. Voorzien van strijkers en mandolines uit de Mediterranee. Als je je oren openzet, dan was die hele palingsound van meet af aan toch eigenlijk juist ontzettend internationaal. Rara. Met die verwarring laten we u achter. Dit was Andere Tijden.